Op 1 juli 2020 bestaat FC Utrecht precies 50 jaar. Dit seizoen leven we toe naar dat moment. Iedere week duikt oudspeler en ambassadeur van FC Utrecht, Gert Kruis, de kluis in. Met vandaag aandacht voor wat zilverwerk. Ja, in de loop der jaren is FC Utrecht natuurlijk een cupfighter gebleken. Het begon al ooit met onze eerste bekerfinales, want toen moesten we over twee wedstrijden spelen tegen AZ, het ongenaakbare AZ. 1-0 werd het voor ons op de Veemarkt, dat je al moest op de Veemarkt spelen, maar uit tegen het geweldige AZ verloren met 5-1 weg beker. Maar in 1985 waren wij in staat om die beker te winnen. John van Loen maakte in het eigen stadion de 1-0. Nu dan, en zit daar meteen de beloning. Van Loen, ja! Daar zit dus de beloning. Onze voorzitter, toenmalige voorzitter Theo Albers, had het voor elkaar gekregen dat die wedstrijd in de Galgenwaard gespeeld werd. En dat was onze eerste bekerwinst. Hier, die beker.